regen achter Amsterdam. Gelukkig konden we de technische keuring doen onder ons tent hier. Dus we begonnen met de mechanische technische keuring. Dat is dus alles, alle verbindingen, alle boutjes, alle roterende onderdelen en een klein beetje veiligheid. Dan zijn we door. Ook de elektrische technische keuring. Dat betekent alle boxen openhalen, alle draden checken, elektrische circuits checken, batterijen checken. Dat zijn we ook door. En dan hebben we het een beetje meer actie naar het water geplaatst. Dan hebben we de drie piloten eigenlijk door de water van Amsterdam perfect steady gevlogen. Met dit weer, dat was mooi. En we zijn helemaal klaar voor. Ik heb de afgelopen dagen een beetje kijken kunnen nemen bij de andere teams, bij de concurrentie. En ik heb wel mooie dingen gezien en ook dingen die nog niet helemaal af waren, teams die hard doorwerken. Dus ik denk dat de meeste teams wel op tijd klaar gaan zijn. Dus ik denk dat het zeker spannend gaat worden op 1. Vandaag de parade. Dus zonnetje schijnt, mooi door Amsterdam met z'n allen. Dat wordt een leuke dag, denk ik. Welkom in Amsterdam, waar vandaag de Dutch Solo Challenge van start gaat met een parade over de Keizersgracht. We staan hier bij roeivereniging Willem III, waar we de boot in het water mogen leggen. Prachtige dag gehad hier in Amsterdam. Het zag er fantastisch uit, al die zonneboten op de Amstel en op de Keizersgracht. En het zonnetje is zelfs doorgebroken. En achteraf hebben we nog een kleine delegatie van onze hoofdsponsor Stork mogen verwelkomen bij onze boot. En nu zijn we weer terug op de camping om ons voor te bereiden voor morgen. Dan staan de sprints op het programma bij Oosterdok. Dus als je in de buurt bent, kom vooral kijken.